Hallo, hallo. Welkom bij deze nieuwe Heinz Hulpje video. Deze week 2. Heinz, hulpjes week 2. Het is tijd om je handen een beetje vuil te maken. Voor deze volgende stap moet je een gat graven. Maar ik kan je niet helpen. Het is tijd voor mij om een niet eeuwig dutje te doen. De vorige keer was ook ons verteld dat we een leeuwenbekje, een appelboom en een kersenboom moesten planten. En ik heb natuurlijk hier wel al het leeuwenbekje. We hebben hier ook nog de lelie, maar we hebben een beetje een probleem. Dat is een zomerbloem en het is lente. Dus ondanks dat dit een heel leuk huis is van 100 tegels, denk ik toch dat we even een kast erbij moeten gaan bouwen. Zodat we gewoon altijd bezig kunnen zijn met, ja, de tuiniervaardigheid. Het is alleen niet heel veel ruimte, hè? Even kijken. We gaan dit lekker aan die kant neerzetten. Zo. Dan gaan we hier toch een kast bouwen. Ik wil niet een hele grote ruimte. We gaan wel gewoon met, hoe heet dat pakket? Dat tuinierkit gebeuren. Ik zie nu al een probleem dat zelfs deze ruimte is nog niet groot genoeg. Oké, nou even een kleine kastruimte gebouwd. Nou wil ik wel deze ontwortelen. Want deze is voor de lente en de herfst. Dus die kan nu nog prima gewoon buiten blijven. Maar ik wil niet de hele grote kastruimte maken. Want de kavel is ook niet super groot. Oh, ze gooit hem ook meteen weg. Dat had nou weer niet gehoeven. En nee, we gaan niet televisie kijken. We gaan dan even hier een lelie planten. Even kijken. Planten. We kunnen alleen een grasklokje daar planten. Wat is dit nou weer voor onzin? Oké, nou heb ik die lelie voor niks weggehaald. Nou, dan gaan we hier die lelie maar planten in deze bak. Ik wilde daar eigenlijk die bomen gaan planten. Je bent ongemakkelijk. Wat heb je nou weer gedaan? Een teleurstellend drankje. Ja, ze is een fijnproever. Maar we hebben natuurlijk nu de nieuwe opdrachten. We moeten weer de nieuwsbrief lezen. We moeten vrienden worden. En niet zomaar vrienden, maar beste vrienden worden met Magere Hein. Een startpakket vruchtenzaden bestellen en 3 vissen vangen. Oké, laten we dan even die startpakket vruchten bestellen. Kan dat ook gewoon bij de plantenbak zelf, omdat ik niet helemaal naar beneden hoef. Kijk, zaadjes kopen. Verticaal tuinfruit. Laat ik gewoon eerst even hier dan. Vruchten. Daar. Had er ook maar weer 3 van doen. Je weet het maar nooit. Een appelboom en een kersenboom hebben wij die gekregen. Die gaan we openmaken. Ja, een appel. Herfst. Het is nu geen herfst. Kan die daar nog bij? Of wordt mijn lelie dan boos? Ja, daar was ik al bang voor. Ja, je mag er weer uit, lelie. Sorry. Doei. De appelboom gaat erin. We moeten ook een kersenboom planten. Is de kersenboom wel voor de lente? Nee, die is voor de zomer. Jeetje, Mina. Nou, dan doen we die alvast daar. Dan doen we de lelie hierbij. Die mag je planten en die mag je planten. Want het wordt snel genoeg zomer. We zitten nu al 3 dagen in de lente. Dan doen we het maar eventjes zo. Kijk, lekker bezig. Ze moet ook planten gaan bemesten. Kan ik dat al? Nee, die niet. Bemesten. Tuinier niveau 3 moeten we hebben. Maar we hebben weer wat vrijgespeeld. Dat gaat al lekker. Een nieuwe broek krijgen we erbij. Kunnen we ophalen. Een thread goat jeans. Oh, die ziet er op zich wel leuk uit. En hebben we nog meer? Tuinieren deel 2. Lees dit boek. Heb ik die al ontgrendeld? Oh, die is al opgehaald. Oh, we hebben ze al meteen allebei opgehaald. Oké, top. Dan mag je die even lezen. Want dan kunnen we onze plantjes gaan bemesten. Oh, ze heeft nog niet hoog genoeg niveau om die te lezen. Want ik zie nog geen balkje er omhoog komen. Aangezien ze nu nog helemaal prima is voor de rest. Kijk, alle behoeftes zitten gewoon lekker goed. En we zitten hier dicht bij het strand. Dus dat is helemaal top. Mag ze hier wel even gaan vissen? Want we moeten dus 3 vissen gaan vangen. Ik heb ook het idee dat we ooit een keer een bijzondere vis of zo moeten gaan vangen. En dan moeten we natuurlijk wel een beetje werken aan die vaardigheden. Dus nu gaat die visvaardigheid ook lekker van start. Hoppatee, gooi het maar in. Ik zie wel van alles springen, maar niks hapt. Kom op, visje. We moeten er 3. Kom maar. Ik zou hier dus echt geen geduld voor hebben. Zo te zien zijn de vissen hier willoos te slim af. Serieus? Of we moeten aas hebben. Hebben we iets wat we kunnen gebruiken als aas? Aardbei. Kan ik al vissen met aas? Nee, ik kan het niet toevoegen als aas. Oké, dan moeten we het toch een andere keer proberen. Of op een andere plek. Want de vissen zijn ons hier te snel af. Dat is wel jammer. We worden gebeld door Valentina Nadir. Ik ben geselecteerd voor 7 wilde dates. Oeh, een of ander romantiek gebaseerd reality show. Als je ervoor kiest om deel te nemen, krijg je de taak om 7 opeenvolgende perfecte dates te hebben. Terwijl verborgen camera's al je acties vastleggen. Als al je dates perfect eindigen, dan win je de hoofdprijs. Nee, wij doen niet mee. De vorige keer hadden wij ook al iemand aan de lijn die met ons wilde daten. En die boem, meteen een relatie. Dus dat doen we niet nog een keer.
Je mag lekker naar huis. Ja, het is inmiddels gewoon al 5 uur. En ze heeft half van middag zitten vissen. We hebben echt niks gevangen. Dus dat schiet lekker op. We kunnen dan wel even de Society nieuwsbrief gaan lezen. Want dat moeten we dus ook weer doen voor een taak aan deze kant. Deze week gaan we verder met tuinieren. Je moet er ook voor zorgen dat je tevredenheidspunten krijgt. Die heb je later nodig. Ambrosia vereist wat creatieve plantmanipulatie. Dus pak deze week ook een stekje van de lelie en het leeuwenbekje. Bezoek Magnolia Blossom Park in Willow Creek om wat wilde lelies en leeuwenbekjes te vinden. Maar ik heb al leeuwenbekjes en lelies. Ze mag dan wel even het niveau een beetje omhoog krikken. Dus we gaan dan maar deel 1 eventjes lezen. Want blijkbaar is ze nog niet goed genoeg om het tweede boek al te pakken. Kijk, zie je, nu komt er wel een balkje. Een onbekende beller. Doe jij aan kanoën? Klik weg. Hang op. Belloebank. Hey, wacht. Wil je niet? Klik. Doe later. Zo, bijna het volgende niveau. Welk niveau krijgen we dan? Niveau 3. Jeetje, Mina, wat heeft iedereen met ons bellen vandaag? Nee. Top. We hebben nu niveau 3 bereikt. En wat konden wij doen bij niveau 3? Konden we toen planten bemesten? Yes, dat kunnen we doen. Oké, dit is het leeuwenbekje. Laten we die gaan bemesten met een leeuwenbekje. Dan mag ze stoppen met lezen. Mag ze even naar het plantje toe komen? Hier, leeuwenbekje. Heb je nog meer stukjes leeuwenbekje? Hier binnen hebben we natuurlijk een appelboom. Dus laten we die bemesten met... Wat zou nou leuk zijn bij appels? Laten we een aardbeidje doen. Ik ben benieuwd wat dat voor invloed heeft. Ze wordt er helemaal energiek van. Kijk, we moeten weer die vissen vangen, hè, nog steeds. En hier moeten we een doel vervullen. Kies, voltooi een willekeurig doel. Oké, ze mag gaan eten. Ik weet niet wat ze wil gaan doen. Zij wil Payo de... Koyo eten. Ik wil dat jij iets gaat maken. Want dan zijn we meteen bezig met jouw vaardigheden. Dus jij mag koken. Een tortilla. Doe dat maar. Kijk, want dat recept moet ook omhoog. Waar zitten we nu met koken op dit moment? Op niveau 3. Oh. Oh, die halen we sowieso. Nu niet meteen. Maar ik denk dat we... Wel in de pan, hè? In de pan. Niet ernaast. Ja, ga maar eten. Dat gaan we morgen wel halen. Zij wil met Bjorn kletsen. En ze wil... Blijf 8 uur lang zitten. 8 uur lang. Oh, de deurbel. Hebben we nou weer die knakker voor de deur? Nee meneer, we doen niet open. Maar we gaan wel even met Bjorn kletsen. Maar dat kan ook lekker over de telefoon. Waar is Bjorn? Sociaal. Kletsen. Oh, ze zit ook het kookzender te kijken. Wat goed. Telt hij dit mee? Oh, je moet echt op vriendelijk klikken. Ja, hij is niet hier. Oké. Nou, genoeg gekletst. Nieuw later. Ga jij maar even een kookshow kijken. Oh, het programma is niet interessant. Zij zit op de telefoon. Je moet opletten, vrouwtje. Ja, goed zo. We zijn er bijna namelijk. Hij staat nog steeds voor de deur, hè, die knakker. Wat ben je aan het doen, jong? Ik ga je niet vertellen welke bloedgroepen we hebben. Hoppatee, 87% al. En hoe gaat het verder met haar? Energie is op zich nog oké. Ja, een doel vervullen gaat hem dan... Ja, ik ga haar niet 8 uur lang nu neerzetten. We gaan haar zo naar bed sturen. En die vissen vangen kunnen we ook wel morgen proberen. Daar komt-ie. En krijgen we niveau 4? Yes! Top! Lekker de televisie uitzetten. We kunnen nu spaghetti en aardbeientaart maken. Dat is mooi, want we hebben aardbeien. Maar jij mag even gaan slapen, want dan gaan we morgen verder met onze taken. Oké, het is de volgende ochtend. Ze heeft helaas niet echt honger. Laten we maar beginnen met een van de andere taken dan. En dat is het oproepen van Magere Hein, want ja... Die wil toch eigenlijk wel... Ja, die kan wel een friet gebruiken. Ik ben wel benieuwd. We mochten het alleen niet te vaak doen, hè? Op dit moment kan er niemand doodgaan. En, komt hij eraan? Magere Hein. Oh, hij komt... Oh, het is 4:30 ochtends. Oepsie. Je werd heel vroeg opgestaan. Nou, we hebben een gesprek in de slaapkamer. Kijken of we beste vrienden met hem kunnen worden. Wat is nu onze status met hem? We weten alleen... Oh, nu is hij opeens een jongvolwassene. De vorige keer was hij een volwassene. Jij, je bent een mysterieus geval. Laten we over het koude weer praten, want het is lente. En het is cool. Met nog kans op regen ook. Ik ga niet tegen hem liegen. Oh, we hebben weer een nieuwe vissoort van hem geleerd. Oeh, houdt cuisine bespreken. Zij houdt wel van koken natuurlijk. Vriendelijk... Diepe gedachten. Een diepgaand gesprek. Het is ook nog eens de loterij. Laat een sim bevriend raken met Magere Hein. Nou, dat is al bezig. En nou zijn we ook beste vrienden. Helemaal top. Hand in hand met de duisternis. Fijn dat je mijn lama-grappen jou nooit vervelen. Jij begrijpt me gewoon. Hein is geniaal. Hij heeft eigenschappen. Oh, dat had ik niet verwacht. Oké, als we nou grapje vertellen. Grappen. Een grap over eenden. Nee, we gaan niet naar metal luisteren. Oh, we gaan ook niet fitnessen. Ik wil dat jij een grap gaat vertellen aan Hein.
Nu durf ik dat wel. Oh, ze was aan het dansen. Ik heb meteen de comedyvaardigheid geleerd. Maar ik denk niet dat hij iets met humor heeft. Even kijken wat we nog meer kunnen doen. Zingen over de loterij. Oh mijn god, hij gaat meezingen. Ze is wel bezig met allerlei vaardigheden leren. Dat gaat lekker. Gevoelens voorheen. We hebben een verbonden gevoel en het is een plezierig gesprek. Nou, top. Ja, ze gaat de televisie kijken. Wel naar het kookzender. Dat is wel lekker bezig. Maar op zich hoeven we nu niet per se meteen een niveau omhoog. Ja, ze heeft ook nog steeds geen honger, hè? Dat is wel een beetje vervelend. Kunnen we een stekje van een plant nemen? Kunnen we een stekje van deze nemen? Of moeten we daar weer een hoger niveau voor hebben? Niveau 5. Ah, oké. Dan wil ik dat je eigenlijk dat boek gaat lezen. Kijken of we nu wel deel 2 kunnen lezen. De televisie mag inderdaad uit. Hij is ook een boek aan het lezen. Kunnen we deze al? Nee, we moeten nog steeds dat andere boek. Deel 1. Deze is nog iets te moeilijk voor jou. Echte Sims, hè? We staan op om de boek in de kast te leggen. Dan gaan we terug zitten. En dan staan we weer op om terug naar die kast te lopen om dat andere boek te pakken. En daar ging hij. Arrivederci! Wij gaan verder met onze skills. Echt jongen, dit is toch geen lente? Grauw weer. Zij is ondertussen wel energiek, dus zij voelt zich wel als de lente. Wat willen wij doen? Iets planten. En we willen een uitstekende maaltijd eten. Zullen we ze allebei even vastzetten? Want we moeten nog een doel vervullen. Oké, ze is er klaar mee. Wat wil jij doen? Push-ups. Noem maar de Sims af en toe. Nou, weet je, ga maar even een ontbijtje maken. Dan hebben we meteen een recept bereiden. Terwijl we op niveau 4 zitten, hebben we dan ook. Wat is even prima? Ja, eieren op toast. Doe maar dat. Kijken of je het dit keer in je pan kan houden. In plaats van dat je het ernaast mietert. Kijk, gaat goed. Gaat goed. Ja, ze is al niveau 4. Hè? Dan gaan we niet meer ons zout in de pan laten vallen. Of dingen van je pan op het fornuis knoeien. Ja, is klaar. Hoppatee. Daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Eieren op toast. Je mag het ook eten. Hallo. En we hebben weer wat verdiend. Wat hebben we verdiend? Weer eentje. Oh, maar deze heeft een soort van regenboog-effectje. We hebben al die. Kan die andere erbij? We hebben er 2. Oké, we moesten een doel vervullen, maar dit is natuurlijk een wens. Wat is dan een doel? Dat zit hier. Kristallen verzamelen, kikkers verzamelen of fossielen verzamelen. Ah, als we nou even kijken, hè? Want ze zit nu op de curator. Hebben we er ook eentje die met tuinieren te maken heeft? Hier, de freelance botanicus. Dat is wat praktischer, omdat we ook echt bezig zijn met tuinieren. Om dan nu even dit doel te pakken. Ze moet wel weer planten. Het zal dus niet zo zijn. En we moeten planten wieden en water geven. Maar deze hoeven we niet te wieden. En deze hoeven we ook geen water te geven. Is buiten het seizoen. Hoe gaat het hier? Deze moeten we wel water geven. Die zit natuurlijk binnen. Die hoeft nog niet te wieden. Ik vind het ook wel leuk om deze even te gebruiken. We hebben een grasklokje. En dan doen we daar wel de aardbei in. Ook goed voor haar skills natuurlijk. Om gewoon wat meer met de plantjes bezig te zijn. En niet alleen maar degene die we nodig hebben voor de challenge. Wat kunnen we upgraden? Automatisch sproeisysteem. Ah. Ja, ga jij even dat doen. Sims af en toe. We moeten nog 3 keer iets planten. Maar het zit hier een beetje vol nu. Ik wil naar een ander plekje toe. Even ook een andere wereld. Want het regent hier alleen maar. En we moeten vissen. Dus we gaan gewoon even lekker in een andere wereld kijken waar we kunnen gaan vissen. Willow Creek. Kunnen we hier vissen? Park. We gaan wel naar Oasis Springs. Want het is lente. Maar Oasis Springs is natuurlijk een woestijnwereld. Ja, we hebben hier het park. Maar het is natuurlijk een woestijnwereld. Hier is het sowieso warm. En dan even mooi weer. Ik heb gewoon even zin in mooie weer. Want tot nu toe is het in Brindleton Bay alleen maar grauw en bewolkt en regen. Kijk, nou zien we ook eens een keer een andere outfit van haar. Haar warm weer look. Kijk, ze wordt er wel helemaal gelukkig van. Kunnen we hier vissen? Ja, ga maar vissen. Ja, 3 vissen. En we hebben er 0. Maar wel een vaardigheid omhoog. Dus tenminste nog iets. Even wat sneller. Kom op zeg. Gaan we hier weer de hele dag staan en gewoon niks vangen? Wat vangen we nou? Een boomstam. Ja, we vissen. Geen boomstam. Ik moet vissen hebben. Kunnen we echt niets als aas gebruiken? Ik heb te lang niet meer gespeeld om te weten hoe dit ook alweer ging. We kunnen nu een baarskooi forellen vangen op visdekken waar die vissen voorkomen. En we kunnen nu neonmaanvissen vangen. Op dit moment vangen we alleen een boomstam. Als ik nou even kijk, hè, bij die doelen. We hebben ook iets met vissen. Hier, hengelpro. Hoppatee. Oh, dan moeten we er 5 vangen. Dat gaat ons niet lukken. Hebben we een vis? We hebben een vis! Oh, een discusvis. 0,88 kilo. 17 simoleons. Werd tijd. Nog 2 te gaan. Zeldzaamheid ongewoon. Kwaliteit uitstekend. Tenminste nog iets goed bezig. We moeten het doel vervullen nog steeds. En een stekje van een plant nemen. Gaat alles goed hierachter?
Oh, is, er wordt daarachter gedate. Ik krijg leuk, hè, dat er van alles gewoon gebeurt in de wereld. Maar... het lijkt alsof hij zo zegt, daar zijn de sterren, maar het is... daglicht. Hier zit ook een sterretje. Die zit ook naar de sterren te bewonderen. Jullie zijn wel lekker origineel allemaal. Er is ook geen wolk, hè? Niks. Het is gewoon lucht. Hoe gaat het hier ondertussen? Ik wil een tweede vis. Een guppy. Oh! 6 simoleons. 0,2 kilogram. De kerstman belt! Ik ben rijk, heel rijk. Vorige maand kocht ik nog sociaal maatje en cupidohoek. Ik heb ze gewoon patsboom gekocht. Mijn oog viel op jou en ik hoop je een keer... Nee, dit gaan we niet nog een keer doen. Nog één vis voor ons doel. Dit is gewoon wel apart, want waar zij woont is het gewoon cool. En hier zitten gewoon... Hier hebben we gewoon een hete dag. Wat wil jij met magerij? Kletsen. Ah, oh, dat kan vast wel. Wil ik even kijken of we misschien hier iets kunnen vinden van tuinierdingen. Ik moest nog ergens heen, toch? Waar moest ik heen? Even kijken. Bezoek Magnolia Blossom Park in Willow Creek. Laten we dat doen. Heb je wat? Heb je wat? Heb je wat? Heb je wat? Oh, alsjeblieft. Wees een vis. Nee. De toekomstcubus. Ja, stop maar met vissen. Kan de toekomstcubus onze toekomst voorspellen? Naar de toekomst vragen. Stel jouw vraag. Ik zie een tuinkabouter die een vrieskonijn bovenop een lama gebruikt om tegen een indrukwekkende vijand te vechten. Okay. Wij gaan naar dat andere park waar we heen moeten voor onze challenge. Willow Creek. Magnolia Blossom Park. Okay, let's go. Kijk, oh, het is meteen koud. We gaan echt van een hete park naar een koud park. Kunnen wij hier dan een stekje vinden? Hebben wij hier iets van tuinierdingen dan? Even een rondje door het park hoor. Even kijken wat er allemaal... te vinden is. Ondertussen gaat Willow met iemand praten die flirterig is. En dit wordt wat. Ja, we kunnen ook hier nog even gaan proberen om te vissen. Oh, kijk, en we kunnen hier ook kikkers verzamelen. Ga maar naar een kikker zoeken. En dan mag je nog een keer gaan proberen te vissen. Maar dan moet ik even die doel veranderen. Welke was dat? Deze, hè? Ja, 3 kikkers verzamelen. Een zonnebloemkikker! Nou, die hebben we. En dan gaan we nu weer... terug naar het visdoel. Kijken of we nog hier wat kunnen pakken. Kijk, de scales gaan wel omhoog. Hoe hoog zit je nou met dat vissen? Kijk, we gaan al bijna naar niveau 3. Dan moet het toch op een gegeven moment wel makkelijker worden om wat te vangen. Dat we niet alleen maar weer boomstammen en weet ik veel wat we er allemaal uit vissen. Kijk, niveau 3. We kunnen nu betere vissen vangen, grotere vissen vangen. We kunnen visstekken onderzoeken. De visbeweging bestuderen, vissoorten vaststellen, vis vallen in oceaanwater en een mahi-mahi vangen. Kijk, je tuin wordt echt mooi en je visvaardigheden zijn ook niet mis. We hebben evenementenpunten verdiend. We hebben een goudvis gevangen en we hebben een beloning erbij. Wat hebben we er nu bij? Even kijken, het Insta-hygiëne drankje en een boek. Het verdwenen boekwerk van de Groene Dame. Deze verhandeling, verloren gewaand in de brand van het Van Spooksma landgoed in 1898, bevat de geheimen van het maken van ambrosia en het lijkt te zijn geschreven door jonkvrouw Mimsy Alcorn Charlotte zelf. Wie is Mimsy Alcorn Charlotte? Ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, we hebben die andere nu klaar, want ik zie nu nog maar eentje. We moeten nog steeds een doel vervullen en een stekje van een plant nemen. Nou, als je nog even 2 vissen kan vangen, hebben we wel een doel vervuld. Maar het wordt inmiddels donker. Dit gaat waarschijnlijk echt een eeuwigheid duren. Ik ga wel even rondkijken of we toevallig ergens ook iets van plantjes kunnen scoren. We moeten ergens toch een stekje nemen. We zijn hier naartoe gestuurd met een reden, toch? Om wat wilde lelies en leeuwenbekjes. Oké, we zijn hier naartoe gestuurd voor wilde lelies en leeuwenbekjes. Ondertussen heeft ze nog een vis te pakken. Dat is mooi. Dan ga ik even zoeken naar die leeuwenbekjes en die lelies. Kijk. En wild leeuwenbekje. We kunnen hem alleen bekijken. Moest ik daarom hierheen? Moest ik daarom hierheen? En dit is zeker... ja. Ja, we hebben er eentje gehaald. Een baars. Nou, je mag deze nog even graven. Gaan wij ondertussen naar de curator goal. Want dan moesten we ook kristallen. Ja, neem die kristal maar even mee. Wie weet is het heel leuk voor in huis of zo. Gaan we het ooit nog nodig hebben? Geen idee. En wat hebben we? Een amethyst. Hé, dat is een mooie.
Er is nu ook edelsteenkunde. Oh, dat wist ik niet. Willow Taffy is begonnen aan haar reis naar de edelstedenkundevaardigheid. Gebruikt de edelstedenkundetafel, wat een woord, om edelsteden te slijpen en sieraden te maken. Dat is waar. Er is natuurlijk zo'n pakket bijgekomen waarbij je ook sieraden kon maken. En daar heb ik helemaal niet meer mee gespeeld. Dus dat is wel leuk dat dit er nu in zit. We gaan haar nu wel naar huis sturen. Want ja, ze moet dus een stekje nemen van een plant. Maar daarvoor moet ze niveau 5 hebben voor tuinieren. En wij zitten op niveau 3. Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar ja, jij mag lekker blijkbaar naar de sterren gaan staren. Maar we gaan naar huis, meid. Nou, weet je wat ik jou ga laten doen? Niet in de regen douchen, dat niet. Ik wil jou even een rondje laten joggen. Want jouw energie is veel te hoog voor 11:30 s'nachts. Met maar 6 uur slapen. Dus ga jij even een rondje joggen. De hygiëne gaat daardoor wel achteruit, maar dat is niet erg. Als je dan terugkomt, mag je even plassen. Mag je even een kliekje pakken? Of gaan we er weer laten koken? Ja, ik ga er wel weer laten koken. Het is toch beter om er elke keer iets te laten koken. Want we moeten gewoon die skills hoog houden. Vladislaus denkt, ik sta al 2 keer voor je deur en je doet niet open. Dan stuur ik je maar een sms'je. Jij komt niet langs, meneer. Jij bent niet welkom hier. En ik was bezig. Tuinsalade, even iets kleins, iets lichts. En dan als je daarmee klaar bent, mag je lekker douchen. En gaan slapen. Oh, ik weet niet wat je deed, maar de manieren ging achteruit. Kunnen we trouwens nog iets met de loterij doen? Koop een lot via de computer of je telefoon. Oh, te laat. Oepsie. Wat hoor ik? Staat hij weer hier, hè? Hij staat nu alleen via, bij de andere deur. Dit is de voordeur, toch? Ja. Oké, je mag eerst nog het aanrecht schoonmaken. En daarna mag je gaan. Oh, ja, het douchen valt wel mee. Ga maar meteen slapen en dan gaan we douchen als je weer wakker wordt. Kookniveau is wel niveau 5. Dit helpt echt. Om gewoon elke keer al haar maaltijden te laten bereiden. In plaats van groepsmaaltijden maken en kliekjes pakken. Gaat die vaardigheid gaat lekker omhoog. Nou, dus die tuiniervaardigheid nog. Kijk, nu wordt ze op een wat beter tijdstip wakker. Het is nu gewoon 8 uur 's ochtends. Die mag je opruimen. Ja, nu heb je dus niet heel veel honger. Weet je, ik geef je nu wel even een kliekje. Want we hebben wel dus nog kliekjes in de koelkast. En dan mag je daarna wel even werken aan de tuin. Doe maar onderzoeken. Is goed voor je vaardigheden. En dan alles verkopen, wat zei ik? Ja hoor. Nee, gewoon oogsten. Ik wil alles hebben. En hoe gaat het hier binnen met de plantjes? Ook onderzoeken. Ja, we hoeven ze helemaal geen water te geven. Dat is wel een beetje jammer, hè? Maar ja, onderzoeken werkt ook goed voor die tuiniervaardigheid. Dus dat is niet erg. Het is blijkbaar liefdesdag morgen. Kijk, want nu is de vaardigheid. Gaat al richting niveau 4. Kijk, ze heeft ook de klokjesstruik nu onderzocht en het werkboek is bijgewerkt. Ah, kijk, ik weet dus nu ook, als ik het ga koppelen met een aardbei, dan worden het dus druiven. En met het leeuwenbekje, met een aardbei om pitaya te krijgen, met een pitaya om een koeienplantbest te krijgen en met lelies om orchideeën te krijgen. Ik heb een vermoeden dat we dus iets met die lelies moeten gaan doen. Maar ja, het is geen zomer en ik heb niet echt heel veel ruimte om nog een ding hier neer te zetten. Kijk, we zijn niveau 4. We kunnen nu met de planten praten. Dit is ook nog eens goed voor haar sociale behoeften. En we kunnen planten oogsten in een gebied in de buurt. Ga jij eens tegen de appelboom praten? We hebben nog het boek gekregen. Kunnen we dat lezen? Waar is dat boek? We hadden toch een boek gekregen? Even kijken. Dit boek. Je vindt dit in bouwen in de categorie diverse onder activiteiten en vaardigheden. Oké, we moeten het dus kopen. We zetten gewoon het filter. Op evenementbeloningen. Activiteiten en vaardigheden, alles. Uit Heinz Hulpjes beloningsevenement. Oh, daar staat een vies bord. Je moet wel opruimen, meid. En dan mag je daarna de boek lezen. Kijken of er iets speciaals gebeurt. Nee, niet in de kast. Lezen. Jeetje, Mina. Ga het eens lezen. Oh. Oh. Oh, er komt allemaal rook uit dat boek. Zie dat. Wat is dit voor boek? Gebeurt er nu iets met jou verder? Het is wel echt een weertje om lekker een boekje te gaan lezen ook, hè? Oh. Oh, de kookvaardigheid. En de culinair kookvaardigheid. Oh, dit is een goed boek. Je doet gewoon 2 skills tegelijkertijd. Het is alleen net niet de skill die we nu nodig hebben. Dus we gaan hem toch nog even wegleggen. En dan mag je tuinieren deel 1 nog even lezen. Al vrees ik dat we nu wel... Ja, dat dacht ik al. Nu moeten we wel deel 2. Het is nu tijd voor deel 2. Zo krijg je groene vingers. Even plassen. Ondertussen lezen we even lekker door. Ja, je kan ook gewoon daar blijven zitten. Oh, het is een sportdag. Nou, wij gaan niet sporten. Ik geef er even pauze, want we zijn zoveel bezig met die vaardigheden. Dit is natuurlijk ook een vaardigheid. Laten we even lekker een kaars maken. Even gewoon leuk. We beginnen wel met wit. En wat was zo?
Oh, we moeten nog meer spullen verzamelen. Dat heb ik nu niet. Kan ik in mijn eigen prullenbak naar stukjes en beetjes? Ja. Oh nee, jij eigen afval. Mag je nadenken over een vol glas? Is die ook vol? Ja, want ze kan eruit drinken. Kijk, we hebben stukjes en beetjes verzameld. Kunnen we dan nu een kaars maken? Een gedrenkte kaars. Ja, vind ik wel even leuk. Even wat tussendoor. Ondertussen neemt ze gewoon een glas water mee. Ik ga het goede voorbeeld volgen. Het is alleen geen glas, het is een flesje. Maar ik ga het goede voorbeeld volgen. Ondertussen is ze andere dingen aan het doen. Is deze nu bezig zeker? Hervatten. Nee, ga nou gewoon verder met je kaarsen maken. Hervatten. Ik wil zien hoe jij een kaars maakt. Kijk, daar is de lont. Dat lijkt mij nou niet chill om te doen. Dat lijkt me gloeiend heet. Om dan met je hand er zo onder te gaan. Maar hij wordt al... Oh, ja, dat bedoel ik. Dat dus. Je ziet hem wel echt steeds een stukje dikker worden. Niep. We hebben fabricatievaardigheid geleerd. Hey. En we hebben een kaars gemaakt. Die kunnen we vinden in onze inventaris. Ja, het leek me dus leuk om deze lekker hier neer te zetten. Oh, we hebben meer licht. Oké, nou dan gaan we weer even terug naar de plantjes boven. Hoe gaat het met onze plantjes hier? Kunnen we jou ergens mee helpen? Nee, we hoeven niet te wieden. Aangezien het regent, hoeven we ook geen water te geven. Deze is buiten het seizoen nu. Dus daarvoor moeten we wachten tot het zomer wordt. Hier binnen. Oeh, deze wordt al flink. Maar ja, we kunnen ook... Hier hoeven we geen water te geven. We hoeven ook niet te wieden. Hier ook niet. We moeten alleen nog... we moeten alleen nog dat niveau halen. Zodat we een stukje kunnen afknippen. Dus ga maar even tegen de plant praten. Tegen de plant praten. Even die skills omhoog. We zijn best wel dichtbij. Het is echt het laatste stukje nog. We hoeven echt nog die ene taak. Ja, we hebben alles al onderzocht. Heb je dat boek heel toevallig bij je? Nee, denk ik niet. Ah, alle plantjes krijgen nu een gesprekje. Ik denk dat ze zelf ook de vaardigheden omhoog willen hebben. Oh, en nu gaan we televisie kijken. Hebben we ook een tuinierprogramma? Of alleen koken? Naar zenderkijker. Actie, wildwestern, tiener, ruiter, tuiter, politiesim, interieurdesign, hersenspinsels, griezelgrijs. Romantiek, dating, nieuws, kookzender. Zo, luid. Weersvoorspelling. Echt veel zenders erbij gekregen, maar niks met tuinieren. Dus we zetten hem uit. Ik ga jou weer, toch weer dat boek laten lezen. Want we zijn nu echt dichtbij. Hoeveel procent zitten we inmiddels? 78%. We hoeven dus eerst alleen nog even te halen naar niveau 5. Dan kunnen we het stekje van de leeuwenbekplant nemen. En dan is het daarna week 2 afgerond. Kijk, bijna. 96, 7. Hallo, stop nou niet bij 96%. Je mag straks eten. Ik wil die laatste 4%, kom op. Even volhouden. Ja, daar is die dan. Oké, nou mag je een boek wegleggen. Nou vind ik het goed. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we een stukje afknippen. Magere hein kan echt aardig zijn. Blijf aan je doel werken. Oké, nu hebben we het klaar, hè? Week 2 is klaar. Weer wat verdiend. Weer een drankje erbij. En dat is Instapret. En we komen heel dicht bij de schoenen voor de volgende keer. Ja, week 2 hebben we nu voltooid. Alle missies van week 2 zijn voltooid. Dus dat is helemaal top. Gaan we de volgende keer verder met week 3. En laat ook weten hoe het jou vergaat. Ben je ook bezig met de Magere Hein Challenge? En wat voor gekke dingen gebeuren in jouw spel? Ik hoor het graag. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg! Thank you.